Wie van de twee is de kok? Ik, meestal. Jij? Dan ga ik u meenemen. Naar de keuken? Naar de keuken. Okay. We gaan ons drakentaart maken. Okay. En ja, we hebben wel wat werk voor de boeg. Want deze kom wordt straks het lijf van onze draken. Dus dat gaat zo een goed, mollige, dikke taart worden. We gaan daar een gigantische kop aan boetseren. Een staart, vier poten, kieuwen op de rug. En dan, ik had eigenlijk het idee om dan straks met een vuurspuur die draak, de moment dat we ze serveren, ook echt vuur te laten spuwen. Ja. Dus, ik denk dat het een fantastische taart gaat zijn, maar we hebben echt wel wat werk voor de boeg. We gaan dan straks hier met plasticfolie allemaal laagjes gaan bouwen met sneetjescake. Ik zie aan uw kookboeken dat een quatre-quart-cake waarschijnlijk geen grote geheimen voor u heeft. Nee. Nee, voilà. Dus ja, het is makkelijk, hè. Vier vierde. Ik zal al beginnen met mijn boter. Dus ik neem alles een halve kilo. Ja. Dan laat ik misschien aan u de suiker en de bloem over. Ja. Dan doe ik al boter en eieren. En dan hebben we alle vier onze ingrediënten. Ja. Terwijl Wim de boter losklopt, mogen de suiker en de eieren erbij. En tenslotte de bloem. Oh, het is fijne bloem, dus eigenlijk moeten we ze niet zien. Nee, dat ziet er hier al goed uit. Nu onze cacao erbij. Dat heeft dan zo de neiging om keihard op te stuiven. Ja, dat is echt... Oké, dus het is gelijk bij een gewone cake. Twee derde vol en de rest zal het wel omhoog komen. Ja. Oké, wel drie kwartier. Okay. Wim heeft een kilo marsepein gekocht die nu een kleurtje krijgt. Nu komt het groen van de draak. En? Lekker zeker? Ja. We hebben cake, we hebben marsepein. Ik ga de slagroom nemen en dan kunnen we het leuke werk bijna doen. Ja, het leuke deel kan beginnen nu. We gaan de taart samenstellen. Ik ga die cake in lange plakken snijden. En misschien kan je ondertussen de kom bekleden met plasticfolie. Het is nog een beetje warm. En nu... Hans, de cake, de bodem beleggen. Ziet er nu al lekker uit, eigenlijk, ja. Hè? En hier ook? Ja, dat hij echt volledig dicht is. Ja, dat is zo wat puzzel- en plakwerk. Ja. Jij het puzzelwerk? Ik zal al beginnen met plakwerk. Mm-hmm. Dat is nu gewoon een slagroom met een klein beetje cacaopoeder bij. Geen suiker of zo. Ja. Onze cake is op zich al zoet genoeg. Kijk, en dan helemaal bestrijken. En dan moet je ondertussen al zo lukraak daar Maltesers in proppen. Zo van die chocoladesnoepjes. We gaan nu allemaal laag bouwen. Cake, slagroom, Malteser, cake, slagroom, Malteser. Tot als die een kom plein vol is. Voilà. Het lijf van de draak. Gaat dat lukken? Ja. Ja. Wacht, hebben we in het midden? Oké. Oh. Wauw. Super. Geef toe. Amai. Wow. Nu gaan we de rest rondbouwen. We gaan benen boetseren. Ik ga vel uitrollen voor de bovenkant. Ik heb rode marsepein voor de kieuwen. Dus eigenlijk kunnen we nu gewoon met plasticine spelen, maar dan met marsepein. Oké. Dat wordt ons draak. Ongeveer. Dus we gaan echt, zoals je met plasticine doet, mogen we zo al... Kijk, ik ga een klein beetje de vorm geven. Nog wat werk. We hebben nog wat werk. Voilà, kijk. Ondertussen begint ons draak hier al... wat vorm te krijgen. En stukje bij beetje komt de draak tevoorschijn. Wow. Gaat het al in bijten? Ja. Misschien gaat hij u wel bijten. Ja, Olivia. In de tijd van onze ridders waren er gouden dukaten. Kent ze wel, die gouden munten. Ik ga dat niet maken in chocolade of zo, maar we gaan wel goudbruin gebakken koekjes maken. Dus ik heb al een klassiek koekjesdeeg voorbereid. Ik heb dat niet in een klassiek hompje gedaan, zoals dat je gewoon zou zijn. En dat je ze dan moet uitrollen en vormpjes uitsteken. Ik heb ze direct in een saucisse gedraaid. Ja. Dat maakt dat we niet moeten uitrollen en gewoon... ronde sneetjes kunnen snijden. Dat maakt dat werk al gemakkelijker. En zo ga je zien dat we perfect cirkeltjes kunnen snijden. Ze zijn goed ingepakt. Ik steek die al in de oven. Normaal, op een klein kwartiertje zal dat klaar zijn. En dan kunnen wij verder snijden.
ziet er goed uit. Dat is heel waar. Snel eraf halen. Sorry. Ze zijn al een beetje goud van zichzelf, mm-hmm. maar we gaan dan nog pumpen. Ik heb goudpoeder mee. Ja. Je kunt dat kopen in eender welke zo patisseriewinkel. Ik ga dat oplossen in wat water. Mag nog een klein beetje dikker. Zo, in het goud schilderen. En zo worden die koekjes eigenlijk omgetoverd in echte gouden ja. munten. Ja. En ze zijn volledig eetbaar, voor alle duidelijkheid. Met chocolade nog een kroon erop en de ridderschat is bijna klaar. Ik heb hier van die blauwe stoffen cirkels. En ons muntstuk erin. En dan kunnen we ze zo gaan dichtbinden. En dan hebben we echt een geldbeugel. Ja. Maar dan uit de middeleeuwen. En hebben dus meteen ook een cadeautje om mee te geven met de kinderen morgen ja. naar huis. Ja. Met al dat feestgeweld hebben we natuurlijk het een en ander van suikerbommen gemaakt. Hè? Ja. Nu, ik vind dat we dat een klein beetje moeten compenseren. Uh-huh. Zo'n beetje in navolging van onze draak. Zou ik dat willen aanvullen met de draak en het drakenbloed. Dus we gaan echt een frambozensmoothie maken. Maar op basis van ons appelen. Dus dat we heel veel vitamine binnenkrijgen. Uh-huh. En zeker die kinderen. Om al de donuts en de taart te kunnen doorspoelen. Ja, ja. Nu, het recept is op zich heel eenvoudig. Ja. Hoor. Het is gewoon ja, een derde appelen. Dan frambozen, diepvriesframbozen. Het voordeel van frambozen is dat die knalrood zijn. Waardoor dat we dus echt knalrood drakenbloed gaan krijgen. En het mag perfect diepvries hoor. Dat is op zich goed. Dat zal dan zo'n goede, frisse smoothie worden. Ja, ja. Klein beetje appelsap. Ik heb zo appelsap met bubbels hier nu mee. Maar zou eigenlijk even goed met spuitwater kunnen. Ja, ja, ja. Evenveel frambozen erbij. Appelsap ga ik er gewoon ook al bij doen. En dan zullen we een keer moeten kijken wat dat toch geeft. Hè. De bubbels doe ik op het laatste, dan de bubbels erin blijven hè, natuurlijk. Ja. En de kleur is ook gewoon fantastisch. Eentje voor u, eentje voor mij. Mm. Dat heb ik dan verdiend, vind ik. Yummy. Dat is echt het drakenbloed van onze draak. Nu, ik heb zo van die... Het zijn eigenlijk mijn lievelingssnoepen, dus ik geef ze niet graag af. Maar toch gaan we gewoon van die linten een driehoek uitsnijden. En dan, hup. De draak is gesneuveld en zijn tong hangt uit de bekerbloed. Zo zijn we toch op zijn minst zeker dat ze wat vitamine binnen hebben. Hè? En het past helemaal bij het thema. Ja, dat is waar. Op Floor zijn feest, op de ridders en prinsessen zou ik zeggen. Santé.